Het Openbaar Ministerie gaat de gegevens van de sectie op het lichaam van de Groningse Iris van den Hoof bestuderen. Daarvoor heeft het OM gegevens uitgewisseld met de nabestaanden die de sectie hebben laten uitvoeren. Ze werd vorige maand dood aangetroffen in haar woning aan de Van Slingelandstraat. De vrouw zou zelfmoord hebben gepleegd, maar nabestaanden vinden dat er sprake is van verdachte omstandigheden en dat ze wellicht door een misdrijf om het leven is gekomen. De nabestaanden en het Openbaar Ministerie hebben afgesproken voorlopig geen mededelingen te doen over het onderzoek.